Yo, welkom bij een nieuwe video. En in deze video gaan Renske en ik samen een Q&A opnemen. We hebben gisteren op Instagram zo'n poll geplaatst met: hebben jullie nog vragen over krachttraining en over voeding? En voor deze video dachten we dat ik vooral de vragen over krachttraining zou doen. En Renske vooral de vragen over voeding, want Renske studeert dus ook voeding. Ja, ik studeer voeding en diëtetiek in Amsterdam. En ik heb nu 2 jaar kennis al meegekregen. En Tom weet natuurlijk ook gewoon veel over voeding, dus hij zou ook gewoon bepaalde vragen gewoon meepraten erover, maar ja. Omdat ik net even wat meer kennis heb over echt gedetailleerde processen en zo, en dat ik net even wat beter kan uitleggen waarom misschien iets zo is in plaats van dat iets zo is. Ja, dus, precies. Vandaar. Dus we gaan een beetje per vraag gewoon kijken wie hem een beetje gaat beantwoorden, maar dat zal een beetje de indeling zijn. Dus vind je het in ieder geval nou een leuke video? Vergeet even een like achter te laten en dan gaan we beginnen. En de eerste vraag is van Gianni en dat is full body of een split schema. En ik zag best wel veel vragen over of een full body of een split schema het beste was. En het ligt er echt aan hoe vaak je per week traint. Ik zou zeggen als je 2 of 3 keer in de week traint is full body het beste. Want dan train je gewoon alle spieren gewoon 2 à 3 keer per week wat optimaal is. En als je gewoon meer wilt trainen, dus echt 4 keer, 5 keer, dan is het best om een split te kiezen. En voor 4 keer zou upper lower het beste zijn. Train je spieren gewoon 2 keer per week en anders zou je bijvoorbeeld push-pull-legs kunnen doen. Maar in ieder geval voor 2 of 3 keer is full body wel het beste. Hebben jullie ervaring met intermittent fasting en keto? Met intermittent fasten wij allebei. Intermittent fasten houdt in dat je maar een bepaald window hebt per dag waarin je gaat eten. Dus je gaat niet gelijk eten als je wakker wordt en je gaat niet eten tot en met je gaat slapen. Maar je geeft jezelf een bepaald window, bijvoorbeeld 8 uur. Dat is eigenlijk wat de meeste mensen doen. Dat heeft mogelijk heel veel positieve effecten ook, maar wij passen het eigenlijk voornamelijk toe als we gaan droog trainen, omdat het gewoon heel makkelijk is om je calorieën lager te houden, omdat je maar een paar uur per dag eet. Ja, want als je om 7 uur 's ochtends wakker wordt en je gaat al gelijk beginnen met je ontbijt van 600 calorieën, dat betekent al dat je best wel wat calorieën hebt gegeten. En dan moet je nog een hele dag met waarschijnlijk minder calorieën. En als je wat later begint met eten, bijvoorbeeld om 1 uur inderdaad, dan heb je veel grotere maaltijden in de uren dat je aan het eten bent. Keto hebben we allebei geen ervaring mee. Dat houdt in dat je ongeveer 5% van wat je inneemt op een dag komt uit koolhydraten en de rest allemaal uit eiwitten en vetten. Koolhydraten zijn de voornaamste bron van energie voor je lichaam. En je hebt zelfs ook bepaalde systemen in je lichaam die alleen glucose als bron van energie kunnen gebruiken. Dus wanneer jij te weinig koolhydraten binnenkrijgt, dan zal je lichaam uiteindelijk eiwitten gaan omzetten in glucose. Om alsnog die bepaalde functies in je lichaam te voorzien van glucose. Dus voor sommige mensen die voelen zich er geweldig bij, maar ik denk dat voor het grootste deel van de populatie gewoon niet het beste aanpak is van eten. Kees van Gils die vraagt: is het nodig om van schema te wisselen als je gaat kutten? Ik denk dat het juist belangrijk is om niet te veel veranderingen in je schema's te gaan doen. Want wanneer je bijvoorbeeld heel erg je herhaling omhoog gaat doen, wat veel mensen nog steeds doen, ga je juist minder trainen op spiergroei en op kracht. En je wilt tijdens het droogtrainen juist zoveel mogelijk spiermassa behouden en zoveel mogelijk kracht behouden. En daarnaast wil je juist een beetje bij die standaard compound oefeningen blijven waar je het meeste spiermassa mee kan opbouwen. Dus echt de squat, de bench press, pull-ups, dus echt die grote compound oefeningen. Want hoeveel kracht je daar op behoudt, hoe meer spiermassa je waarschijnlijk behoud tijdens het droogtrainen. Dus juist niet te veel dingen switchen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat je ongeveer elke 10 weken een ander schema doet, maar verander niet te veel aan je training hoe ze nu zijn. Nooit meer pasta of nooit meer rijst. Ja, van jou weet ik hem al. Dat is het makkelijke. Van mij trouwens ook wel. Ja, jij ook toch? Ja. Ja, nooit meer pasta. Ja, allebei echt van Thailand heeft ons wat dat betreft echt verpest, want we kunnen echt rijst blijven eten. Ja. De Hollandse pot is een beetje saai geworden. Nee, echt vreselijk. Ik kan iedere dag rijst eten. En je kan er ook heel veel mee, dus sowieso nooit meer past. Giel Nijhuis die vraagt: hoeveel train jij de verschillende lifts per week? De lifts waar ik echt progressie op wil maken, doe ik in ieder geval 2 keer per week. En dan kan je nog kiezen voor een variatie. Bijvoorbeeld ik squat 2 keer per week, ik deadlift 2 keer per week en ik bench 2 keer per week. Alleen doe ik de ene keer doe ik een sumo deadlift, de andere keer een standaard deadlift. De ene keer een pause bench press en de andere keer normale bench press. Dus de oefeningen waar je echt goed in wilt worden, kan je het beste 2 keer per week doen. En anders kan je wel gewoon variaties daarin vinden die dezelfde spiergroep trainen, zoals pull-ups en een lat pull-down.
Maar ik zou sowieso gewoon elke spiergroep 2 keer in de week trainen. En dan kan je daar een beetje je oefeningen bij kiezen. De laatste tijd door een blessure kon ik maar alleen pause squats doen. En niet te gewoon, omdat ik niet te zwaar kon gaan. En je merkt wel echt dat als je alleen maar 1 keer die pause squats doet, dat heeft echt heel veel effect op je progressie. Dus ja, liever gewoon inderdaad 2 keer en dan een andere variatie. Hier een vraag over zero frisdranken en of dat wel zo gezond is. Jij drinkt ook heel veel ervan. Echt heel veel. Ja. Maar het is allemaal zero, dus ja, voor suiker maakt het niet uit. Hoe het zit met frisdrank, er zitten natuurlijk wel heel veel zoetstoffen in. En daar is heel veel onduidelijkheid over of zoetstoffen nou wel of niet gezond voor je zijn. Ik kan het heel kort maken. Het is niet gezond voor je, maar het is ook niet ongezond voor je. Het is niet gevaarlijk, je krijgt er geen kanker van. Weet ik veel wat voor gekke verhalen daar allemaal rondgaan. Je krijgt minder calorieën binnen, dus dat is positief. Dus je kan het zeker wel gebruiken als je minder suiker wil binnenkrijgen. Wat sowieso niet zo goed is via gewone frisdrank. Maar het is zeker niet gevaarlijk voor je. Die ene zoetstof was toen best wel bekend omdat het kankerverwekkend zou kunnen zijn. Maar dat bleek dus ook gewoon in zulke grote hoeveelheden te zijn dat je echt moest blijven drinken. Ja, er is ooit een onderzoek gedaan waarbij er lichte kans kwam op kanker. En het bleek gewoon dat de opzet van het hele onderzoek was niet goed. En de hoeveelheid was gewoon echt veel te hoog. En het was bij ratten. En bij mensen hebben ze nooit zoiets gevonden. En bij muizen hadden ze ook getest, nooit zoiets gevonden. Zelfs bij nog een diersoort nooit zoiets gevonden. Dus, en zo heb je nog meer onderzoeken waarbij het gewoon blijkt dat het niet heel gevaarlijk voor je is. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat mensen niet te snel iets aannemen als er in de krant staat van een onderzoek heeft dit bewezen. Want je moet eerst echt weten hoe is het onderzoek gehouden. Ja, je kan pas beoordelen of de uitkomst van een onderzoek goed is als je ook snapt hoe de opzet is geweest en of het wel betrouwbaar is, zeg maar. Dat iets onderzocht is, betekent niet dat het waar is. Hoe train je spiergroepen die je niet te veel wilt laten groeien als vrouwen zijn? En bijvoorbeeld schouders of armen. Nou ja, wanneer je in de 6 tot 12 herhalingen zit, zit je in principe op spiergroei. Daarboven en daaronder zal je ook wel wat spiermassa opbouwen. Maar vooral binnen die range bouw je het meeste spiermassa op. Dus als vrouw zijnde zou ik bijvoorbeeld juist gewoon boven die 15 herhalingen blijven zitten bij bijvoorbeeld schouderoefeningen. En dan train je vooral op het uithoudingsvermogen en train je nog wel die spiergroep. Dus je slaat er niet over, maar zal je niet te veel spiermassa opbouwen. Ja, ik train geen armen, dus ik... Nee, ja, of je kan ze niet trainen, dat is ook een optie. Ja. Ik heb wel spieren. Thumbnail. Ja. Oh, dat moet je er niet in doen. Favoriete vega product? Gewoon in de supermarkt vind ik die MC2 burger bij de Albert Heijn altijd wel heel erg chill. Of van de vegaslager? Ja, van de vegetarische slager zat er gewoon die standaard burger. Die is wel altijd echt heel erg chill. Ja. Met welke deadlift zal je het meest zwaar gewicht bereiken? Sumo of de standaard deadlift? Dat verschilt echt heel erg per persoon. Ik denk dat de meeste mensen met lange benen en redelijk lange armen beter sumo kunnen poelen. Omdat je de afstand ietsjes kleiner maakt. Maar verder hangt het ook gewoon af wat jij het gewoon het fijnst vindt voelen. Ik zou meestal beginnen met gewoon de conventional. En dan kan je sumo proberen als assisted movement. En merk je snel genoeg of die chiller is of juist niet. Ja, sommige mensen met zwakke knieën die vinden het ook niet heel prettig om zo breed te gaan staan met sumo. Dus dat is echt heel erg persoonlijk. Ja. Is louter pils drinken goed voor je cholesterol gehad? Leuk vraag. Het gaat hierbij niet om pils, maar gewoon om de alcohol. En er is heel erg in het nieuws geweest dat wijn drinken goed is voor je hart en goed voor je bloed. Wanneer je 1 glas alcohol per dag ongeveer drinkt, dan verhoogt het je goede cholesterol. Dat is HDL-cholesterol. Daarom kwam het heel erg in het nieuws van wijn drinken is gezond voor je. Het blijkt dus alleen dat het niet van de wijn komt, maar van de alcohol. Dus of het nou wijn of bier is, dat maakt dus niet uit. Wanneer je daarboven gaat zitten, dan is het al heel snel slecht voor je cholesterolgehalte. En het ergste wat je kan doen voor je lever en voor je hart en voor je bloed is om 2 keer per week of 1 keer per week echt te gaan binge drinken. Dus eigenlijk wat wil van ons jongeren dat doen? Ja. Dat is echt het slechtste wat je kan doen, ook voor je cholesterolgehalte. Dus is louter pils drinken goed voor je cholesterol? Nee. Ah, duidelijk. Ja. Hebben jullie soms ook van die dagen dat je je voeding even helemaal laat? Dus eigenlijk als in van dat we echt helemaal ongezond eten? Geen dagen dat ik echt heel erg ongezond eet, alleen maar behalve hooguit een eet-challenge of wat dan ook, maar dat is het dan ook wel een beetje. Ik voel me gewoon best bij gezond eten, dus dan hou ik dat ook aan. Maar ik heb zeker wel, bij mij is meer dat als ik me laat gaan, dan laat ik me meer gaan in ik track helemaal niks en ik eet gewoon waar ik zin in heb. En soms is dat echt heel hoge calorieën, maar wel gezond. Dus ja, dat is meer bij mij. Ik denk dat wij allebei niet heel erg cheaten in de zin van we eten heel veel ongezonde dingen. Maar als wij een cheatdag hebben, eten we gewoon hetzelfde, alleen gewoon een stuk meer. Ja. Dus dat is het vooral. Maar dan blijven we altijd wel redelijk gezond, alleen gewoon lekker veel. Ik kan op die dagen echt ongeveer 3000 calorieën makkelijk wegeten. Geen idee. Van is het nou echt belangrijk om je aan je herhalingen en aan je sets te houden als je progressie wilt maken?
Nou ja, je kan prima progressie maken zonder er iets bij te houden, vooral in het begin. Dus dan zal je echt prima resultaat zien in een paar maanden. Alleen hoe langer je traint, hoe belangrijker het wordt om gewoon echt een goed plan te hebben en om te weten of je progressie maakt. Want uiteindelijk is progressive overload, dus steeds sterker worden of steeds meer herhalingen en sets doen, het belangrijkste voor spiermassa opbouwen en om gewoon te blijven progressie maken. Maar wanneer je helemaal niks bijhoudt, dan weet je dat niet. En dan kan het dus zijn dat je 3 maanden lang steeds switcht en gewoon helemaal geen progressie maakt. En dus weinig resultaten. Dus het kan, alleen ik zou het wel echt aanraden met hoe langer je traint om gewoon echt met een goed plan te hebben. En ook beginners maken gewoon meer resultaten wanneer ze een goed plan hebben en hun progressie bijhouden. Ja, ik deed het eerst helemaal zonder iets bij te houden. En eigenlijk heeft Tom ervoor gezorgd dat ik het wel ben gaan bijhouden, omdat ik heel graag sterker wilde worden. En sinds ik dat ben gaan doen, heb ik echt de grootste sprongen gemaakt die ik ooit heb gemaakt. Terwijl ik wel best wel lang train. Er was ook een vraag over hoe kun je cheats voorkomen of hoe kan ik me een beetje inhouden. En als je nooit toegeeft aan waar je zin in hebt, er komt een moment dat je gaat bingen. Ja, en ik denk ook wat heel erg helpt is dat je juist gewoon wat gezondere varianten gaat zoeken voor dingen wat je echt super lekker vindt, maar echt heel ongezond is. Want we hadden het van de week toevallig over dat ik dacht, echt, volgens mij heb ik echt 3 jaar lang geen patatje oorlog meer gehad. Dat was wel iets minder lang geleden, maar daar heb ik ook nooit meer verlangen naar gehad, ja. Omdat ik gewoon wel 1 keer in de 2 weken iets van overfriet eet, maar dan met veel minder vet, niet gefrituurd uit de oven, dan met een beetje ketchup. Dus het is natuurlijk niet zo lekker als een patatje oorlog misschien, maar doordat ik dat wel af en toe eet, heb ik nooit het gevoel dat ik opeens een patatje oorlog moet halen bij een snackbar of zo. Dus iets gezondere varianten zoeken die je dan gewoon wat vaker kan eten. Ja, en eens in de zoveel tijd ook gewoon jezelf trakteren op gewoon waar je dan ook echt heel erg veel zin in hebt. En Je kan bijvoorbeeld wel tegen jezelf zeggen, oké, ik stel het uit tot het weekend en als ik dan nog wil, dan neem ik het dan. En dan is het een soort van beloning of zo, weet je. Maar niet Dat je je echt alles gaat ontzeggen, want dat werkt voor eigenlijk de meeste mensen gewoon niet. Jochem van Tricht die vraagt, wanneer begin je met kutten? En je ziet, het is al best wel zonnig. We zitten buiten, gisteren zijn we een hele dag bij het strand geweest en ik ben nog steeds aan het bulken. Dus wat dat betreft is de zomer best wel een beetje te vroeg gekomen dit jaar. Maar ik ga 1 mei starten met droog trainen en heb ik net mijn One Rep Max test gehad. Dus dan ga ik nog eventjes, denk ik, 8 weken droog trainen. Want ik hoef niet belachelijk droog te worden deze zomer. Maar een beetje vet verliezen, dat mag ook wel weer. Drevde, die vraagt... Ik ben heel sterk met mijn borst, alleen de omvang is wat kleiner. Dus wat is dan het handigste om te doen? Nou ja, misschien train je wel heel veel op de hele lage herhalingen. Dus doe je steeds herhalingen van 1 tot 5. Wat vooral op kracht is, maar wat minder op hypertrofie, dus op spiergroei. Dus kan je misschien juist naast de krachtsets ook wat meer gaan focussen op dat je alle compounds een beetje tussen de 6 en 12 herhalingen doet. En daarbinnen een beetje afwisselt. Dus de ene keer 4 keer 6, de andere keer 3 keer 10. Zodat je vooral op spiergroei zit, zodat je waarschijnlijk wat meer volume in je borst gaat opbouwen. Klopt het dat je 3 maal jouw gewicht en eiwitten moet hebben als je aan het cutten bent? Waar dat vandaan komt, ik ben heel benieuwd. Wat je nodig hebt om te overleven is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht. Nou heb je natuurlijk meer nodig als je spiermassa wil opbouwen en je hebt ook meer nodig als je gaat droogtrainen om je spier te behouden. Maar dat zal nooit 3 keer je lichaamsgewicht zijn. Het is ook niet zo dat als jij steeds meer eiwitten gaat eten, dat je lichaam er steeds efficiënter in wordt om je spiermassa te behouden. Want uiteindelijk heb je gewoon iets van 2 gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht nodig om het op te bouwen, maar ook om het te behouden. En wanneer jij nog meer eiwitten gaat eten, betekent dat je nog iets minder van koolhydraten of vetten gaat eten. En dat zijn juist de hoofdenergiebronnen, zeg maar. En wanneer jij nog meer eiwitten gaat eten, dan ga je niet meer spiermassa behouden, maar gaat het omgezet worden om daar energie van te verwerken. Maar dat is veel minder efficiënt voor je lichaam dan wanneer je gewoon koolhydraten of vetten eet en dat gebruikt voor energie. Dus in plaats van juist nog meer eiwitten gaan eten, zou ik ook gewoon lekker juist je koolhydraten en vetten gewoon redelijk hoog houden. Ja. Zodat je gewoon tijdens je trainingen en in het alledaags leven gewoon genoeg energie hebt. En de laatste vraag is van Nick en die vraagt van, ik eet al ongeveer 5 maanden 2100 calorieën, maar raak geen vet meer kwijt. Wat is dan het handigste om te doen? Moet ik nog lager gaan? Ik denk dat best wel veel mensen, wanneer ze willen afvallen, al gelijk best wel heel laag beginnen. Wat in het begin heel erg goed werkt. Maar op het moment past je lichaam zich daar toch een beetje op aan en vertraagt een beetje je metabolisme. En dat betekent inderdaad dus dat je nog lager moet gaan zitten in calorieën in principe. En daarom is het handigst om gewoon niet te weinig te gaan eten gelijk bij het begin. Gewoon een tekort van 200 tot 500 calorieën. En dan kan je het vanaf daar nog gewoon rustig gaan afbouwen. Wanneer je nou merkt dat je eigenlijk al redelijk weinig eet en niet nog minder wilt gaan eten, dan kan je of extra cardio gaan toevoegen. Dus je calorieën blijven hetzelfde, alleen je verbranding gaat omhoog. Wat het
calorietekort ook weer vergroot. En wanneer je echt graag wat meer wilt gaan eten, dan kan je eigenlijk heel erg langzaam je calorieën weer gaan ophogen. Dan heb ik het echt over 50 calorieën per week bijvoorbeeld. En wanneer je gewicht hetzelfde blijft, dan weer met 50 calorieën per week. En dan kan je langzaam de calorieën weer wat opbouwen, daar eventjes op blijven zitten. En dan kan je vanaf daar weer rustig je calorieën gaan afbouwen om wat nog wat droger te worden. Wanneer je gaat afvallen, gaat je lichaamsgewicht omlaag. Uiteindelijk heb je dus minder energie ook nodig om je lichaam te onderhouden. Dus dat energietekort van eerst 500 calorieën waar je in zat, als je bent afgevallen, is dat geen 500 calorieën meer. Dat is dan misschien 300 calorieën. Ja. Dus dan zal je ook minder snel afvallen. En daarnaast ook, als je dus, wat Tom zei, dat je metabolisme iets aanpast. Het is ook gewoon zo dat wanneer je heel erg in een calorie tekort gaat zitten, dan gaat je lichaam zich ook aanpassen met minder zin hebben om te bewegen. Dus je zal misschien onbewust minder actief zijn. En dat zorgt ook dat je minder calorieën verbruikt. Dus... Ja, en dat was in ieder geval wel voor deze Q&A. En ik hoop dat je de video leuk vond of er iets aan hadden. En laat het vooral even weten met een like. En laat me ook even gerust weten in de comments wat voor video's je nog meer wilt zien. Van met Renske erbij of alleen met mij. Mag jij weten. Maar thanks voor het kijken in ieder geval. En dan zien we jullie in de volgende video.